Welkom bij deze café-talk van Werken aan de Ring. We gaan het vandaag hebben over het thema mobiliteit binnen het programma Werken aan de Ring. En als we het dan over mobiliteit hebben, ja, dan gaat het ook vooral gaan over de herinrichting van de ring zelf. Werken aan de Ring, dat is een multimodaal investeringsprogramma in de hele rand rond Brussel, de Vlaamse rand. En wordt eigenlijk geleid door de Werkvennootschap. Dat is een organisatie waar ik woordvoerder van ben en die eigenlijk verantwoordelijk is voor een aantal heel grote en complexe mobiliteitsinfrastructuurprojecten in Vlaanderen. Ik ben Marijn Struijf, ik ben de woordvoerder van de Werkvennootschap. Dat is de organisatie die Werken aan de Ring, een multimodaal investeringsprogramma in de hele regio, uitvoert. En ik zit hier met Frank van den Bulleke, collega van mij, mobiliteitsexpert. En ook met Bart Meert, die vanuit het studiebureau eigenlijk, dus vanuit de externe expertise, mee aan het programma Werken aan de Ring werkt. We gaan het vandaag hebben over mobiliteit. En dat wil zeggen dat we eigenlijk eens gaan kijken naar de ring zelf als infrastructuur waar mensen overrijden. En eigenlijk wat daar vooral de problemen mee zijn vandaag en hoe we daar in de toekomst de oplossingen aan willen bieden. En ik ga dat doen met deze twee heren. Dus Frank, misschien bij jou beginnen. Kan je ons eens even een overzicht geven van die problemen met de ring vandaag? Wat is dat eigenlijk en wat zijn eigenlijk de grote knelpunten die we vandaag identificeren op de ring rond Brussel? Ja, de ring is eigenlijk een historisch probleem. Gedurende de jaren zijn er verschillende stukken los van elkaar eigenlijk aangelegd geweest, waardoor dat geen heel mooi aaneensluitend geheel is. Met als resultaat dat we nu heel veel verschillende dwarsprofielen hebben van de ring zelf, waardoor dat die eigenlijk geen mooi stromend verkeer heeft. En dus dagwegbeeld zorgt voor heel veel dagdagelijkse files, plus daarnaast heel veel op- en afritten die ook in de loop der jaren gebleven zijn en die dan nu ook nog een keer, iedere keer dat in- en uitvoegend verkeer, die nog een keer dat discontinu lengteprofielen eigenlijk gaan verstoren, waardoor dat we eigenlijk een heel slecht functionerende ring hebben die ook de verkeersveiligheid zeker niet ten goede komt. En daarnaast hebben we dus dan iedere keer ten gevolge daarvan dan bijkomend nog een keer momenten met ongevallen. Ja, en dat zijn de momenten dat de ring van Brussel vol een bak in het nieuws komt en dat iedereen op die lokale wegen eigenlijk zijn alternatieven beginnen te zoeken. En ja, dat is eigenlijk wel een heel structureel probleem dat dringend moet aangepakt worden. Ja, dus ik hoor eigenlijk vooral het feit dat die op- en afritten zo heel dicht bij elkaar liggen, het feit dat er heel veel verkeer moet invoegen, maar ook moet uitvoegen en dat op heel korte afstanden. Kan je daar misschien eens een concreet voorbeeld van geven? Goh, een mooi voorbeeld is, zelf woon ik in Gent. Ja, als ik de ring wil oprijden op Groot Bijgaarden, daar zie je dat eigenlijk al het verkeer van Gent komende, al het verkeer van Hallende komen. Dat is daar alle dagen, staat je daar in de file. En dan merk je dan ook dat daar heel dikwijls al kleine ongevallen gebeuren met heel grote gevolgen. Waardoor dat dan de E40 vaststaat, alle verkeer dat van Hallo komt vaststaat. En dan, als ik mijn Waze aanzet, dan zegt die verlaten E40 en dan stuurt hij mij langs alle kleine wegjes. Wat ik dan uiteraard niet doe. Maar daarin zie je dat dat onderliggend wegennet komt dan iedere keer, zelfs bij heel, heel kleine incidenten, heel zwaar onder druk. Ja, want dat is eigenlijk een soort van secundair probleem waar de ring eigenlijk voor zorgt, is dat sluipverkeer in die gemeenten. Hebben we daar iets van cijfers van of kan je daar iets meer over zeggen, over hoe dat eigenlijk komt dat er zoveel verkeer, zowel in Brussel zelf, maar ook in de gemeente rond de ring, de Vlaamse gemeente dan rond de ring, dat daar zoveel verkeer hun weg gaat zoeken? Maar dat is vooral, die ring kan niet meer het verkeer dat die zou moeten verwerken, kan die niet meer aan. Dus die capaciteit is veel te klein, met als resultaat dat je eigenlijk structureel mensen hebt die alternatieven gaan beginnen zoeken, omdat gewoon het lokaal wegennet sneller, zelfs op een dagdagelijkse dag zonder incidenten, sneller is dan eigenlijk het hoofdwegennet te gebruiken waarvoor dat dient. Dus die capaciteit zou eigenlijk omhoog moeten om op die manier ruimte te creëren in die lokale, in die woonbuurten, in de buurt van de ring, zodanig dat niet dat verkeer via de schoolomgevingen, langs de kerktoren, naar zijn bestemming rijdt. Dus het is een historisch probleem dat we door die extra capaciteit echt wel zouden kunnen oplossen. En die ruimte die dan vrijkomt in die woonbuurten kan dan ook veel meer voor de buurt, kan veel veiliger gemaakt worden voor de schoolgaande jeugd. Het openbaar vervoer kan een betere doorstroming hebben. Want dat is een beetje de valkuil waar we in terechtkomen. Dat het openbaar vervoer op de lokale wegen ook geen doorstroming meer heeft. Die staan mee in de file. Dus zeggen de mensen, het openbaar vervoer, daar doe ik dubbel zo lang over. Daardoor kruipen ze terug in de auto en daardoor wordt het probleem nog groter. Ja.
Dat klopt inderdaad. Ik denk, we hebben het al even aangekaart, hè. De ring is bijzonder onveilig. Er gebeuren heel veel incidenten, accidenten, die ook nog eens tot die structurele files leiden. Kan je daar misschien eens wat meer over vertellen, Bart? Hoe komt dat juist dat die zo onveilig is? Wel, het is zoals dat Frank zegt, hè. Je hebt die op- en afritten die heel kort bij elkaar liggen. Hè. Ik denk, de hele ring Noord, dat is iets minder dan 20 kilometer. Dan hebben we het over tussen E40 en E40. Ja, dus tussen de twee E40's, daar hebben we eigenlijk vier grote verkeerswisselaars tussen liggen. En dan ook nog een tiental op- en afrittencomplexen, al dan niet volledig. Maar dus dat maakt dat die heel kort bij elkaar liggen. Hè. Dus mensen die dan van de ring willen afrijden of die de ring willen oprijden, die moeten dat dan eigenlijk altijd doen op zeer korte afstanden. En ja, het gevolg daarvan is dat dat stroef loopt. Hè. Mensen hebben ofwel schrik om op een veilige manier eraf te rijden of erop te rijden, of ze gaan het net heel brusk doen. Hè. Je kent dat wel, de mensen die een aantal rijstroken oversteken om dan toch nog even de afrit te nemen. En dat maakt eigenlijk dat je twee grote effecten hebt. Eentje heeft Frank ook al aangehaald, hè. De doorstroming die daardoor belemmert. En een tweede is inderdaad de onveiligheid, hè, de verkeersonveiligheid. Dus je ziet dat je op jaarbasis een duizendtal hinderincidenten en accidenten hebt. Daar komen jammer genoeg ook een aantal doden uit op jaarbasis, 1 à 2. En dan nog een aantal zwaar gewonden en een goede 150 lichtgewonden. En dan zwijgen we nog over de zuivere materiële ongevallen. Maar dus die ongevallen die zorgen natuurlijk voor dat in een dagdagelijkse situatie dat je eigenlijk heel veel stremming krijgt op die ring. En dat het eigenlijk niet vooruit gaat. Hè. Ja, dus ik onthoud eigenlijk vooral, de ring is onveilig, maar ook onleesbaar. En eigenlijk ook qua inrichting niet ideaal. Hè. Absoluut. Dus het is wat Frank zei, die ring, het eerste deel is aangelegd in functie van de Expo 58. Mm-hmm. En de rest is eigenlijk in de jaren 70 aangelegd. De jaren 80 en 90 zijn er nog wel aanpassingen gebeurd. Maar dus alles is toen aangelegd volgens bepaalde richtlijnen. En die veranderen uiteraard door de jaren heen. En dan krijg je zo een beetje een lappendeken, een systeem dat nu uniform is en dat ook heel slecht leesbaar is. En dat maakt natuurlijk, dat speelt ook mee in het gebruik uiteindelijk. En in de manier hoe dat mensen de ring gebruiken en dus ook problemen vaststellen. Ja, ja. Daardoor stroomt het ook niet. Hè. Door dat lappendeken krijg je dan iedere keer, daar waar dat die verschillende inrichtingsprincipes eigenlijk met elkaar geconfronteerd worden, krijg je dan die accordeonfiles en daardoor gaat die capaciteit nog een keer veel meer achteruit. Ja, het is niet min. Hè. Ik denk, uit onderzoek is gebleken dat er op dat hele segment 117 locaties zijn waar we eigenlijk met een onveilige situatie zitten. Dus eigenlijk infrastructuur die niet voldoet aan de richtlijnen. En dat maakt natuurlijk dat op die locaties dat je dus ongevallen krijgt en dus ook die stremmingen. Ja. Oké, ik denk dat dat een goede inleiding is over wat de problemen nu juist zijn met die ring van vandaag. Ik denk dat het ook belangrijk is voor de mensen dat ze weten dat we een programma hebben, Werken aan de Ring, waarmee we eigenlijk een investering willen doen in een hele regio. Dat gaat ook over multimodaliteit, dat gaat over de fietspadenprojecten die u nu al gerealiseerd ziet. Dat gaat ook over op- en afritten die we nu al aan het hervormen zijn. Maar we willen het vandaag toch vooral hebben over het grote herinrichtingsproject van de ring zelf. Dus dat wil zeggen het hele stuk tussen E40 en E40 dat we in één keer over enkele jaren gaan herinrichten. Misschien moeten we even kijken, Frank, naar hoe we dat eigenlijk willen doen. Wat zijn nu eigenlijk de principes of de mogelijke scenario's waarmee dat we die ring gaan kunnen beter maken en vooral ook het hoofd kunnen bieden aan die problemen die we net hebben aangekaart? Ja, daar zijn wij eigenlijk wel. De eerste benadering die we gedaan hebben, dat hier al een paar keer gezegd geweest is, is de heel vele op- en afritten dicht op elkaar. Mm-hmm. Normaal gezien zijn de richtlijnen die zeggen hoe ver dan een op- en afrit, hoe lang dat zo een in- en uitvoegstrook moet zijn, om dat op een veilige, comfortabele manier te doen, zonder die bruske bewegingen. Uit die analyse is bijvoorbeeld in eerste instantie al gebleken dat in de buurt van Wemmel, de aansluiting, dat we daar veel te veel aansluitingen hebben die we zelfs gewoon ruimtelijk niet op een veilige manier kunnen uitrusten. Dus daarom moeten we daar bijvoorbeeld al een op- en afrit van tussen. He, dus het is onmogelijk met al die op- en afritten daar op dat stuk zo dicht op elkaar om die allemaal veilig in te richten. Daar hebben we dan gekeken wat zijn dan de ideale tussenafstanden tussen de wisselaars en die op- en afrittencomplexen om die veilig te gaan maken. Dat is al één heel belangrijk deel. En dan een tweede heel belangrijk deel is dan het profiel van de R0 zelf.
Wat is de capaciteit die we daar nodig hebben? Hè? Natuurlijk, ja, als je nooit file wil, ja, dan denk ik dat we naar een ring moeten gaan van 8 rijstroken komen in Amerikaanse toestanden. Daar willen we niet naartoe. Dus hebben we dat ook wel slim bekeken van ja, wat is eigenlijk het totaal aantal verkeer dat dat zou moeten verwerken op dit moment? We willen ook niet meer verkeer daar naartoe trekken, maar het verkeer dat er zou moeten opzitten, zou er wel vlot moeten kunnen doorrijden, zodanig dat die ook effectief die weg gebruiken. En niet al die sluipwegen, hè, wat velen zich eigenlijk ja, naartoe begeven, zeker op die korte afstanden. Hè, die kennen dan al die kleine baantjes. En dus zo zijn we dan ook naar een lengteprofiel gegaan, wat dan nodig is. En we hebben daar verschillende scenario's voor uitgedacht, waar dat je zowel bijvoorbeeld enkel en alleen de autosnelweg hebt met de op- en afritten zoals dat we die kennen. We hebben ook systemen bekeken waar dat we eigenlijk een doorgaande ringweg nemen. Dat is enkel en alleen tussen de grote verkeerswisselaars, dus waar de autosnelweg Ja, dat is dan bijvoorbeeld E40, A12, E19. Ja, hè? Okay. Dat zijn die wisselaars. Met dan bijvoorbeeld alles wat dat op die lokale aansluitingscomplexen zit op een parallelstructuur. Dat zijn denk ik de twee heel grote systemen die we nu naast elkaar aan het onderzoeken zijn. Ja. Misschien eens kijken dan, Bart, als we kijken naar die twee systemen. We hebben enerzijds wat we noemen eigenlijk het optimalisatie-alternatief, waar we eigenlijk uitgaan van het zoveel mogelijk optimaliseren van de bestaande structuur van de ring, versus dan het tweede, waar we straks op terugkomen, de parallelstructuur. Hoe werkt die optimalisatie-alternatief juist? Kan je daar eens wat meer uitleg over geven? Hoe zien we dat concreet bijvoorbeeld? Ja, het systeem van parallelwegen is, zoals dat Frank aangeeft, een systeem waarbij dat je, als je geen bestemming hebt langs de ring, als je zegt van ik kom van de E40 vanuit Gent gereden en ik wil richting Antwerpen gaan of richting Mechelen, de E19 op, dan kan je eigenlijk vanaf de verkeerswisselaar in Groot-Bijgaarden de doorgaande ring nemen en dan zo verder rijden de E19. Ja, dat is het parallelsysteem. Dat is het parallelsysteem. Bij het optimalisatievariant ja, gebeurt eigenlijk op dezelfde manier. Hè. Je rijdt opnieuw van wisselaar tot wisselaar. En daar kan je tussenin ook wel de uitwisseling nog maken met geen er langs zit. Dus dat is eigenlijk het grote verschil, denk ik. Als je het gebied er langs wil bereiken in het parallelsysteem, dan ben je eigenlijk verplicht van in de verkeerswisselaar ook al te kiezen voor die parallelweg, omdat je anders vanaf de doorgaande ring er niet geraakt. En dat maakt eigenlijk dat je, ja, waar het echt nodig is, die doorgaande stroom kan gaan scheiden van het verkeer dat er eigenlijk een bestemming heeft. Dat is niet altijd nodig, hè? Voor alle duidelijkheid. Je moet vooral kijken naar waar zijn de segmenten waar er heel veel op en af gereden wordt. Hè. Dat is niet over de hele Ring Noord overal hetzelfde. We zien bijvoorbeeld in de zone Zaventem dat daar heel veel uitwisseling zit. Het heeft te maken met de luchthaven, maar ook aan de kant van Everen, de NATO, alle bedrijvigheid die er rond zit. Dus je merkt dat daar heel veel verkeer op en af rijdt en veel meer dan bijvoorbeeld in de zone Wemmel. Dus je moet ook naar die zaken kijken om te bepalen welk systeem dat je uiteindelijk zou willen toepassen. Maar daar is het ook belangrijk. Hè. De Ring van Brussel is op dat vlak, ja, dat is een heel belangrijke Europese weg. Hè. Die valt binnen het Europees autosnelwegennet. Maar dat is ook de Ring van Brussel. Die functioneert ook als Brusselse verdeelweg voor het verkeer dat zich zelfs binnen Brussel wil verplaatsen. Dus ook die mensen moeten hun plaats op de ring kunnen hebben. Want anders blijven die gewoon ook in dat heel sterk verstedelijkte gebied. Dus dat is ook niet zo goed. En dat is die grote uitdaging die we daar wel hebben. Om die twee te combineren op een optimale manier. Zonder met immense bijkomende infrastructuur te gaan beginnen. En dat is eigenlijk ja, de grote uitdaging, denk ik, die we rond Brussel hebben. Want ja, een mooi voorbeeld. Hè, in Antwerpen heeft men ongeveer hetzelfde probleem. Maar in Antwerpen hebben ze bijvoorbeeld al de single. Brussel heeft dat niet. Zo'n stedelijke boulevard die daarnaast ligt, hè. Dat hebben we ook een keer bekeken om dat in Brussel te kunnen. Maar als dat historisch niet gegroeid is, dan krijg je dat daar ook niet goed functionerend in. En dat is denk ik ja, de grote taak waar dat we eigenlijk nu heel hard rond aan het werken zijn. En dat wij toch wel denken dat we daar naar de toekomst toe een heel goed, transparant en goed functionerend, ik denk dat heel belangrijk is, hoe beter dat functioneert, minder ongevallen, goed functionerend systeem gaan kunnen uitbouwen naar de toekomst toe. Ja, dus ik ga even resumeren. We hebben eigenlijk nog twee mogelijkheden. Enerzijds een parallelstructuur, waarbij je bijvoorbeeld, stel ik kom van Leuven en ik wil eigenlijk de ring oprijden en ik moet naar Mechelen, dan ga ik op de doorgaande structuur rijden. Dan zijn er geen lokale op- en afritten
tot ik eigenlijk aan de verkeers, aan de volgende verkeerswissel. Je kan doorrijden zonder dat je opnieuw met die op- en afritten geconfronteerd wordt. Je rijdt maar stel ik kom van Leuven en ik wil naar een bedrijf aan de Henolaan, de Hector Henolaan in Zaventem, dan moet ik aan de oprit eigenlijk, of het verkeerswisselaar van de E40 met de ring, kiezen voor die parallelstructuur, want anders kan ik niet vanaf die doorgaande structuur aan bijvoorbeeld de Hector Henolaan eraf rijden. Dat is de grote principe van de parallelstructuur. In het optimalisatie-idee is het eigenlijk dan dat we die op- en afritten die zo dicht op elkaar liggen, dat we dat gaan proberen oplossen of remediëren door er een aantal af te gaan sluiten of te gaan samenvoegen of te gaan zorgen dat die anders worden ingericht, zodat die afstanden op de ring zelf eigenlijk langer gaan zijn en we die gevaarlijke punten kunnen wegwerken. Maar het systeem functioneert eigenlijk een beetje hetzelfde als op vandaag. Met dan het verschil dat er een aantal op- en afritten zijn die op een andere manier zullen functioneren. Het is vooral ook zoeken naar, pak gewoon de verkeerswisselaars, dan gaan wij ook kijken hoe kunnen we eigenlijk die op dezelfde manier laten werken, maar met minder ruimteinname. En door dan een vormgeving te bedenken waarbij dat je op dezelfde manier kan uitwisselen met de autosnelwegen, krijg je toch grotere tussenafstanden en kan je dus opnieuw die weefbeweging, zoals dat dan heet, het invoegen of het uitvoegen, kan dan terug veiliger gebeuren. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste elementen bij die herinrichting. Zorgen dat die richtlijnen maximaal toegepast zijn, zodanig dat die fluiditeit of die vlotheid van dat verkeer dat kan gegarandeerd worden en dan ga je inderdaad ook minder effecten zien op het onderliggende wegennet, waar dan mensen nu zeggen, die ring dat functioneert niet, dat loopt voor geen meter, dus ik ga even een alternatieve route zoeken. Ja. Dus dat is wat we eigenlijk... En mag ik dan stellen dat in die twee alternatieven, dus zowel de optimalisatie-alternatief als de parallelstructuur, dat we eigenlijk zoveel mogelijk van die problemen gaan oplossen in alle twee, dat die doelstellingen wel hetzelfde blijven? Ja, absoluut. Hè. Allee, ik denk de doorstroming en de veiligheid van de ring, denk dat echt een prioriteit is waar we moeten voor zorgen. Hè. Want heel dikwijls kijken we naar de doorstroming van de ring op een dag dat er niks gebeurt. Maar bij wijze van spreken, er zijn geen dagen bijna in een jaar dat er niks gebeurt op de ring. Er is altijd wel ergens een keer een incident wat dat heel goed aantoont van daar moet er heel, heel dringend actie ondernomen worden. Dus en met alle ontwerpen die we nu gemaakt hebben, komen we eigenlijk volledig tegemoet aan alle richtlijnen die er zijn. Hè, waardoor dat we al die probleempunten eigenlijk maximaal opgelost hebben. Oké, dat is duidelijk denk ik. Ik denk dat het duidelijk is welke oplossingen dat er op tafel liggen, wat dat we eigenlijk willen bereiken. Misschien moeten we nog eens naar een paar andere zaken gaan kijken. Ik denk bijvoorbeeld, er is in het verleden heel vaak geschreven over de verbreding van de ring. Hè, toen dat het project nog eigenlijk in een vroegere... iteratie was een vroeger project dat op tafel lag, wat wij dan eigenlijk op een andere manier hebben vormgegeven, was het eigenlijk het idee van enkel die parallelstructuur. En dat hield dus eigenlijk specifiek in dat het een verbreding is. Hè. Nu, ik wil wel eens even hebben over dat woordje verbreding, ook dat wel belangrijk is. Hè, want ik denk dat we voor een stuk inderdaad, zowel in het optimalisatie-alternatief als in de parallelstructuur uiteraard, iets breder gaan op de ring zelf. Hè. Ik denk dat we daar eerlijk moeten over zijn. Hè. Dat we dat ook doen voor een reden, namelijk dat sluipverkeer weg te trekken. Maar er is daar wel iets belangrijk, namelijk het ruimtegebruik in het algemeen daalt, ondanks dat het feit dat het op bepaalde plekken toch iets breder wordt. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat dat te maken heeft met hetgeen dat Bart daar juist zei, dat lappendeken. Hè. Een heel mooi voorbeeld is in de zone Wemmel, ter hoogte van Wemmel, aan Laarbeek Bos. 2x3 rijstroken, geen pechstrook. Hè. Zelfs als daar iemand een platte band heeft, levensgevaarlijke situaties. Dan kom je een klein beetje verder, ter hoogte van de Parking C, de Brussels Expo. En daar, dat is een half vliegveld dat daar ligt. Hè. Dat is parallelbanen aan alle kanten. Daar is er enorm veel ruimtegebruik. En het is dan nog een keer onveilig bovenop. Allee, dus dat is eigenlijk het summum, een mooi voorbeeld. Slecht van... aangelegd. Hè? Veel ruimtegebruik, maar toch slecht aangelegd. Ja. Waardoor het ook niet functioneert. Dus. Ja. He, dus daar kunnen we ongelooflijk veel ruimte sparen. En daar waar dat we zeggen van kijk, bijvoorbeeld waar dat je maar enkel 2x3 rijstroken hebt, op een van de zeer drukke delen toch wel van de ring rond Brussel, waar dat je zelfs geen pechstrook hebt, daar moet je verbreden, gewoon om het veilig te kunnen maken. Het grote voordeel is, zelfs als we hebben die ganse berekeningen gemaakt, als we die ruimtebalans opstellen, dan kunnen we dus de ring verbreden zonder, eigenlijk met minder asfalt.
Want ik denk dat dat wel een heel mooie oefening is, waar we echt een win-win hebben. Dat, ja, hoe moet je dat zeggen, de blauwdruk van de ring veel slanker, wel veel gelijkmatiger wordt. Maar in de totaliteit gaan we veel minder verharden. En ik denk dat dat iedereen te goede komt. Hè. Het komt groen-blauwe netwerk te goede, het komt de verkeersveiligheid te goede, het komt de doorstroming en dus de leefbaarheid in de kernen te goede. Dus ik denk dat dat een project is waar dat we... Waar ik dus heel graag ook wel mijn schouders wil ondersteken als mobiliteitsexpert. Van, daar moeten we proberen voor te gaan. Ja, dus ik onthoud eigenlijk op sommige plaatsen omdat we niet anders kunnen, omdat we ook voor een stuk willen die doorstroming te verzekeren om dan eigenlijk het sluipverkeer uit de onderliggende gemeenten en dorpen om dat terug op de ring te halen, zal de ring inderdaad op een aantal stukken waar hij vandaag niet zo heel breed is, breder worden. Maar waar hij vandaag heel breed is of waar vandaag de op- en afritten of de verkeerswisselaars enorm groot zijn en veel ruimte innemen, daar wordt eigenlijk alles compacter, waardoor de netto ruimtebalans noemen we dat dan, hè? Of de netto aantal vierkante meters asfalt of beton, om het dan wat plastischer te zeggen, eigenlijk daalt ten opzichte van de situatie vandaag. Ondanks dat er inderdaad een vierde rijstrook bij komt op de ring en we eigenlijk zien dat bijvoorbeeld in het parallelsysteem, we gaan van in sommige gevallen 3 rijstroken vandaag naar 3 rijstroken op een doorgaande weg met 2 in een parallelstructuur. En toch slagen we erin om die ring eigenlijk in zijn geheel dan, vooral dan door die verkeerswisselaars compacter te maken, om eigenlijk die minder vierkante meters beton en asfalt te gaan. Absoluut. Ik denk dat was ook een doelstelling. Dat we ook gezegd hebben van kijk, we wisten, iedereen ziet wat dat daar ligt. Hè. Daar ligt heel veel asfalt. Daar nog asfalt bij leggen, dat was geen optie. Dat hebben we ook samen met het bureau onderzocht van oké, laat ons nu een keer proberen slim te gaan ontwerpen. En slim ontwerpen wil zeggen knopen eigenlijk zo klein mogelijk maken, maar dat ze toch alle mogelijkheden hebben die ze zouden moeten hebben op een veilige manier. Hè. Want nu liggen er knopen van de jaren Expo 58. We noemen dat die klaverbladknopen. Iedereen kent dat. Wat is heel typisch bij zo'n klaverblad? Dat je heel, heel korte afstanden hebt eigenlijk wat er iemand moet uitvoegen, wat er iemand moet invoegen. Dus die gaan er, zouden er allemaal uitgaan. En op die manier nemen we minder ruimte in, maken we alles veiliger. En dat was een doelstelling. En ik denk dat we daar in de huidige ontwerpen ook in geslaagd zijn. Dus ik denk, Mooiste bewijs is die A12-knopen. Als je die nu bekijkt, ik noem dat altijd een uitgerokken rotonde. Hè, want je kan eigenlijk, als je wil, kan je eigenlijk blijven toerkenstrijden op die verkeerswisselaar. Dus die neemt enorm veel ruimte in en toch is die absoluut inefficiënt aangelegd. En onveilig. Hè, Hè, dus die stukjes waar je dan komende van de ring toch eraf wil of van de A12 toch de ring op wil, ja, dat zijn hele korte stukjes waar dat altijd stremt. Hè. Mensen die ring of dat segment gebruiken, die weten dat. Dat is altijd een probleem. Oké. Ik heb nog twee vragen om af te sluiten. Enerzijds toch een woordje dat ik naast verbreding ook nog eens even op tafel wou gooien. Is het woord aanzuigeffect. Er zijn heel veel mensen die zeggen, kijk, als we op een bepaalde manier, ook al is dat misschien niet eenduidig en overal hetzelfde, maar als we op een bepaalde manier rijstroken of capaciteit bijcreëren, ja, dan creëren we eigenlijk een aanzuigeffect en dan zorgen we ervoor dat binnen enkele maanden of jaren terug dichtslipt. Kan je daar misschien eens op reageren waarom we dan toch kiezen om dan toch... Om toch te verbreden. Toch, sommige plaatsen een vierde rijstrook. Dat is een reëel risico. Maar ik denk dat dat te maken heeft met hetgeen dat ik daar juist zeg. Wanneer heb je echt een aanzuigeffect? Als je altijd stromend verkeer hebt, dat het altijd heel vlot gaat, dat er ook garantie is van dat je binnen de tijd die je voorziet op je plaats kunt komen. Wat zien wij nu? Er is eigenlijk heel veel verkeer dat op de ring zou moeten zitten dat nu op de onderliggend wegennet zit. Als we erin slagen om de ring vlotter te maken, dat verkeer terug op het hoofdwegennet te krijgen, dan krijgen we ook de ruimte op de onderliggend wegennet, want die centra die staan nu ook wel heel zwaar onder druk, die we dan kunnen teruggeven aan bredere fietspaden, aan lokale versmallingen. Kunnen de lokale besturen daardoor dus ook veel meer terug de verblijfskwaliteit gaan werken. En we hebben verschillende simulaties gemaakt, dus wij zien vooral dat het totaal aantal verkeer eigenlijk niet stijgt, maar dat we terug een verschuiving krijgen naar dat hoofdwegennet, waardoor dat we... Dat onderliggend wegennet kunnen gaan vrijwaren. En dan hebben we eigenlijk aan zich geen aanzuigeffect. Dan is het eigenlijk een verplaatsing van het sluipverkeer dat zich nu eigenlijk oneigenlijk door die woonkernen in Brussel een weg zoekt terug naar de ring te krijgen. Ja. Ja, daar komt het op neer.
Dan nog een laatste vraag, Frank, ook nog voor u, een slotvraag. Als het gaat over dit project echt te gaan bouwen, hè, we zijn er nog enkele jaren natuurlijk van verwijderd, maar op een bepaald moment gaat het wel zover komen dat we met een aannemer in zee gaan gaan, of een consortia van aannemers, om effectief te gaan starten met die hele grote herinrichtingswerken van de ring. Hebben we al een idee over hoe dat we dat gaan doen? Hè? Het is toch een van de drukste verkeersaders van ons land, misschien zelfs van Europa. Hoe pakken we zoiets aan? Dat wordt een grote uitdaging. Tijdens werken is er hinder. Dat weet iedereen in zijn dagelijkse gebruik. Nu, we proberen daar vooral via alternatieven ook wel goed te gaan inzetten. Waar we nu al vol een bak mee bezig zijn, dat zijn fietsnelwegen aanleggen. We leggen bijna 150 kilometer fietsnelwegen aan in en rond Brussel. Dus, dat mensen, zeker bij heel veel mensen, nemen voor de korte afstand toch nog de auto om naar Brussel te nemen. Waardoor dat we heel veel uitwisselingen hebben. Dus ik denk, investeren in alternatieven is punt één. Punt 2 is dat we ook heel intensief samenwerken met Vlaams Verkeerscentrum, zodanig dat we alles tijdens de werken heel goed gaan kunnen monitoren. Zodanig dat we met het FAST team files aanpakken door snelle tussenkomst, dat we de weg heel snel kunnen vrijmaken. En daarnaast gaan we ook heel duidelijke richtlijnen opleggen aan de aannemers om de hinder tot een minimum te beperken. Dat wil zeggen, soms extra kosten maken om de minder te verminderen. Soms extra verbredingen aanleggen, dat we toch nog maximaal op 3 rijstroken kunnen blijven stromen op die ring. En dat we niet, bij wijze van spreken, zeggen, dit is de asfalt die we hebben. Aan de ene kant alles eraf, 2 keer 2 rijstroken aan de andere kant. Dat zijn zo de standaard oplossingen. Daar gaan we niet voor kiezen. We gaan daar een ganse batterij eigenlijk minder hindermaatregelen op loslaten. Dus vooral in eerste instantie zorgen voor alternatieven, fiets, doorstroming openbaar vervoer, ook heel belangrijk. We gaan kijken, waar zijn de knelpunten op dat onderliggend wegennet? Laat ons die vlot maken, zodanig dat die een bus, of de ringtrambus, of trams hebben we nu niet op ons Vlaams grondgebied, maar zeker in Brussel nog wel van tel, dat die vlot kunnen rijden. En daarnaast dan, voor het autoverkeer, dat we dat toch maximaal de minimale doorstroming kunnen blijven geven. Ja, oké. Okay. Komt daar vooral ook, wat nog belangrijk is om mee te geven, denk ik, is dat we die alternatieven, dus die fietspaden, die meer dan 150 kilometer aan fietsnelwegen, fietspaden, maar ook een heleboel fietstunnels, fietsbruggen, dat we daar eigenlijk al heel veel van gaan aangelegd hebben voor we met die grote werken beginnen. We hebben ook natuurlijk de alternatieven binnen het Brabantnet, de ringtrambus, maar ook de sneltram, de luchthaventram, waarvan we ook al gaan een stuk gerealiseerd zien voor we aan die grote werken aan de ring gaan starten. Dat is toch wel belangrijk, denk ik, om nog mee te geven. En dan inderdaad die principes, zoals je gezegd hebt. Ik denk dat het dat was, Frank. Bert, heel hartelijk bedankt. En check zeker ook de andere café-talks die we nog hebben over werken aan de ring op deze digitale beurs. Over andere thema's, zoals nog natuur en leefbaarheid bijvoorbeeld. Eentje die toch nog heel belangrijk is, die we ook nog gaan lanceren. Dus bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.